Diederik Ebbingen lijkt moeite te hebben om in de voetsporen van Matthijs van Nieuwkerk te treden als de nieuwe presentator van de dagelijkse eindejaarsquiz Top 2000 A Go Go. Na een matige start op tweede kerstdag op NPO 1, waar slechts 636.000 kijkers werden getrokken, wordt zijn optreden als wakkerlichtcijfers cijfers beschouwd, al dus kijkcijfer Tina Nijkaamp. Vorig jaar begon Matthijs van Nieuwkerk met de opnames van Top 2000 A Go Go, maar moest hij halsoverkop stoppen. Herman van der Zand verving hem destijds, maar dit jaar is het de beurt aan Diederik Ebbingen. De eerste aflevering met Ebbingen als presentator bleef ver achter bij de verwachtingen en de cijfers werden vergeleken met Herman van der Zand, die vorig jaar 440.000 kijkers meer trok met zijn eerste aflevering, 1,073 miljoen tegenover 636.000. Nijkaamp benadrukt dat deze tegenvallende score niet alleen pijnlijk is voor Diederik Ebbingen, maar ook voor Matthijs van Nieuwkerk, Wiens kindje de top 2000a GoGo 20 jaar lang was. Ze vraagt zich af of Van Nieuwkerk deze score wellicht niet erg zou vinden, gezien zijn vergelijkbare score op NPO 3 vorig jaar. De overstap naar NPO 1 lijkt de druk te hebben verhoogd, gezien het feit dat op NPO 3 de afgelopen jaren hogere kijkcijfers werden genoteerd: 605.000, 2021, 635.000, 2020 en 819.000, 2019. Dit maakt de situatie des te pijnlijker en wranger voor Diederik Ebbingen op het grote NPO 1. Tina Nijkaam concludeert dat Herman van der Zand vorig jaar de onbetwiste top 2000 TV koning was. De teleurstellende start van Diederik Ebbingen werpt echter een schaduw op de huidige editie van top 2000 A Go Go.